Het gras is wel degelijk afgereden hier in het Pierre Cornelis Stadion. Al moet gezegd dat het veld er ontzettend hobbelig bij ligt. De tribunes bijna helemaal gevuld, dat wil zeggen zo'n 10.000 toeschouwers. Drie wissels bij Aalst met als voornaamste de terugkeer uit blessure na zowat een maand van Rafael Micheli. Bij Brugge geldt de devies Never Change a Winning Team. Verlinde neemt na één snipperdag zijn plaats terug in. En de scheidsrechter vanmiddag is Eddy Vermeersch. De Brugge keert die trap van Kujovic. Etchi. Anglebij recupereert die bal. En dan trekt de Brugge snel naar voren. Vermand. Vrijen even gekruist. De voorzet. Martens. Kreeg die bal niet zuiver op de slof. Haar eerste doelgevaar na 10 minuten. In een partij waarin Aalst op winstkracht goed stand hield. Terwijl daar nu Lembi aan de overkant rood krijgt. Voor het aanlopen van Thibaut moet dat geweest zijn. Kijkt u nog maar eens naar die overtreding van Lembi. En de uitsluiting die erop volgde. Lembi moet dus van het veld en Club Brugge moet nog 80 minuten of daaromtrent verder met 10 man. De mand is al goed vertrokken met rechts. Een vrije bal. 21 minuten ver. Club Brugge blijft zijn spel spelen zoals het bezig was met 11. Alleen Simons die is één rijtje naar achter getrokken. Anderen blijven ook aanvallend ingesteld zoals deze Mendoza. Rijden krijgt de bal nu aangespeeld door Simons. Martens met wat ruimte. Rijen goed vrijgelopen, kan uithalen met links, legt nog af. De voeten van Etchi. Kestes. Heeft de bal mee. Shelly. Nog een tegen Peter van Rijden. De bal van Temmerman voor Etchi. Tweede volk van Aalst mee voorin. Van den Bossen, Micheli is de controle. De Brugge heeft het moeilijk. Nog een minuut of acht tot aan de rust. Corner Vermand. De Brul. En dan de bal tegen de lat. Sandy Martens. Moeilijke periode achter de rug. En club toch nog altijd het gevaarlijkst. De Brul nu van op afstand tegen de Keizer aan, Karambolle, corner. Martens sprong naast de bal, maar verraste zo. Tim de Keizer, Breien, de bal gaat ernaast. Nu kun je veel zeggen van Club Brugge, maar zij blijven de gevaarlijkste ploeg. Ook al hebben ze het bij momenten niet echt onder de markt. Verheijen. Afgeweken bal. Verheijen. Maar in de gaten als hij naar de eerste paal komt lopen. Dat doet hij niet meer nu. Daar is hij. Verheijen komt over. Zitten daar Tim de Keizer in de wind. Liep dan naar de tweede paal. En daar was hij helemaal vrij. Maar hij kreeg de bal niet naar beneden. Gert Verheijen. Verheijen. Bij Vermand. Die kan aanleggen. Maar te zwak. Eerste trap op doel. Goed 5 minuten, tweede helft. Vermand. Van der Rijden. Daar is Verheijen met een beetje ruimte. Probeert het zelf. Tot op doel. Na 11 minuten in de tweede helft. Die matig blijft van Ivo. De Kok. En het Van Klebeire. En daar is er wat ruimte. Verheijen en Mendoza liepen zich nogal eens goed vrij. En nu is de ruimte weer weg. Simons.
Mendoza met Van der Rijden nog. En zo waren een schot op doel. Na 20 minuten tweede helft. Mendoza. Dubbele wissel bij Club Brugge na 23 minuten. Peter Van der Rijden moet eraf op zijn Eendracht Aalst. In zijn plaats komt Ebusila. En Mendoza, niet de best vandaag, wordt vervangen door Jochen Jansen. Lesniak. Jochen Jansen probeert wat hij kan uithalen. Goal! Net erin gekomen, Jochen Jansen. 25 minuten ver in de tweede helft. En hij doet wat niemand nog voor mogelijk hield, namelijk het doelpunt zien. Jochen Jansen. Forceerde het daar zelf tegen Van Ooijwegen, nogthans kopbal sterk. En dan in de vlucht voorbij Kujovic. En Club Brugge op voorsprong. En niet onverdiend, want Aalst met een man meer forceert niets. Temmerman. Maar zomaar doorlopen, niet voorbij De Brul. Jacobs. Was De Brul alweer. Wordt wat gevechtsvoetbal. Jacobs, goede beweging. Schot met rechts, wijkt nog af. Hij gaat zo in corner. Toch een doelpoging van deze Rinko Jacobs. De bal schiet nog door tot bij Jochen Jansen. Die laat zich vallen en we krijgen nog een penalty. Ik weet niet of de keizer echt in de fout ging. Mogelijk wel. We kijken meteen naar de herhaling. Het tikje van Jochen Jansen. Ja. Penalty. Meer kan je daar niet op zeggen. En Jochen Jansen geveld. In de toegevoegde tijd ondertussen al. Lembi is al van het veld. Dat is tegenwoordig de man die de penalty strapt. Dus nu een karwei voor Sven Vermand. En wordt het nog 0-2. Jawel. Einde van een weinig opwindende partij. En Club Brugge haalt het onder het motto. Moeilijk gaat ook. Negende opeenvolgende overwinning. En u weet, dat is een record. Want zo zijn ze nog nooit aan de competitie begonnen. Het is maar wat het is. Sven Vermand met zijn zesde van het seizoen.